Dovo Sportlust eindigt in 0-0. Wij staan met trainer Willem Romp. Willem, kun je mij en kun je ons uitleggen met welk strijdplan je naar Veenendaal bent gegaan? Dan krijg je een heel verhaal, Willem. Daar ben je de hele week mee bezig. Daar ben ik blij mee. Als we het over verdedigen hebben, Dovo lastig onder druk te krijgen omdat ze ook het middenveld helemaal open zetten. Dus vandaag ervoor gekozen om zelf ook wat vlakker voorop uit te komen. Dus dat Oussama eigenlijk wat sneller ernaast kwam naast Robert. Maar wel iedere keer goed hun verdedigende middenvelden dicht houden en dat proberen om hoog op het veld te doen. Vond ik dat we dat hebben goed gedaan, weinig weggegeven. Aanvallend geprobeerd om eigenlijk voorbij of tussen of achter de spitsen vrij te komen op het middenveld en dan diagonaal door te voetballen. Kregen de bal daar soms wel eens vrij, maar waren niet echt bij macht om dan de juiste dingen hoog op het veld te doen. Tegenstanders staan natuurlijk ook, hè. Die zetten ons iedere keer, laten ons iedere keer over de linkerkant opbouwen waar we moeite mee hadden. Kwamen we niet echt lekker in het spel. Ik vond het kwartier voor de rust werd dat beter. En dan denk ik ook een keer met Jansen die schiet, moet gewoon breed leggen. Robbie die schiet een keer van afstand terwijl je Noël mee moet geven. Max een keer een moeilijke crossbal terwijl Noël gewoon makkelijk in de 16 vrijgespeeld kan worden. Ja, dit is dan wel zo'n wedstrijd. Als dat al de kansen schaars zijn, dan moet je die momenten denk ik goed benutten. Ja, dat hebben we niet gedaan. Nee, maar is het dan wel een wedstrijd met twee gelijkwaardige ploegen die echt beslist zou kunnen worden op details? Ja, 100%. Nou ja, dat zie je een keer. Wij staan mis met Martijn, die laat zich daar eigenlijk in de rug verschalken. En zij jank hem op de lat. Nou, wij kunnen hem nog een keer krijgen vanuit een corner. Dus ja, dan kan een moment genoeg zijn om zo'n wedstrijd te beslissen. En dat voelde je ook wel, hoor. Ja, in het gesprekje net voordat de camera liep, hadden we het er al eventjes over. Is dit het maximaal haalbare geweest? Ik vind vandaag wel. Als je ook kijkt naar jongens die er niet zijn, hè, ook jongens die we voorop missen, dan is dit nu even wat het is. En ben ik blij met hetgeen wat de jongens vandaag geleverd hebben. Ze hebben er alles aan gedaan om hier met een resultaat weg te gaan. Natuurlijk wil je dat met 3. Nou ja, uiteindelijk wordt het 1. En daar moet je soms tevreden mee zijn. Dan gaan we tevreden het weekend in en op naar Sparta Nijkerk thuis. Soetje, dankjewel, goed weekend. Dank je. Dankjewel.